absoluut. Als we als heel goed voorbeeld, en misschien dat je hem al een paar keer voorbij hebt horen komen, hebben we het Atrium Meeting Center op de Zuidas in Amsterdam. Ja, het is een locatie in een kantoorpand, zit een meeting center in. Als je dat alleen voor intern gebruik inzet, is het eigenlijk enorm zonde. Je hebt de duurste vierkante meters van Nederland en je doet er het minste mee. In een land waar iedere vierkante meter onder druk staat. Dus dat is een beetje achterstevoren denken. Dus juist op het moment dat je die ruimtes kunt inzetten voor andere doeleinden, dus voor extern gebruik, voor partijen die niet in dat pand zitten, kun je extra rendement behalen in die meetingruimtes. Dus eigenlijk maak je van leegstand, maak je een omzet genererende exploitatie. En als je dat nog weet uit te besteden, waardoor je het variabel kunt inrichten, dus zelf niet een volledig team op locatie neer hoeft te zetten, geen reserveringsmedewerker, marketingmanager, salesmanager en dergelijke hoeft aan te nemen om dat allemaal op te zetten, dan maak je jezelf een stuk makkelijker. En wat je eerder noemde over snelheid maken, juist door bijna volledig outsourced model erin te zetten, kun je direct beginnen. En nou ja, neem het Atrium weer als voorbeeld. We zijn daar in enkele weken van nul naar volledig operationeel gegaan.